Earth Hour is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparatuur in huis voor 1 uur uit te schakelen. Dit gebeurt jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand maart. Dit jaar staat Earth Hour in het teken van de biodiversiteit en het afval in de rivieren en oceanen. In verband met Earth Hour vandaag 27 maart bleef minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu even stilstaan bij deze dag. We moeten blijven nadenken hoe we gebruik maken van deze aardbol en wat we doen om deze omgeving schoon te houden, zei de bewindsman. Hij roept de Surinaamse gemeenschap op om vanavond tussen 9:30 en 9:30 de lichten uit te doen. De bewindsman beseft dat de nationale voetbalselectie vanavond speelt, maar hij benadrukt dat het niet betekent dat de televisie niet aan mag. Minister Tjonahing vraagt de samenleving voor zichzelf na te gaan hoe met afval om te gaan en wat zij zelf kan doen om de eigen omgeving schoon te houden. Earth Hour startte in 2007 op initiatief van de World Wildlife Fund, WWF.